Campine is opgericht in 1912 en heeft zich in de loop van de tijd steeds meer toegespitst op grondstofherwinning van verschillende metalen, waaronder lood en antimon. Intussen is de circulaire economie onze core business geworden. In onze divisie Metals Recycling zijn we gespecialiseerd in loodrecyclage en de grootste stroom van lood komt binnen met batterijen. Hoofdzakelijk de startbatterijen van auto's. Dat is het grootste volume. Wij kopen jaarlijks zo'n 85.000 ton aan loodbatterijen om te recycleren. We zijn het enige bedrijf in de Benelux dat lood recycleert. Dus wat dat betreft spelen we toch een heel belangrijke rol in de circulaire economie van deze hele regio. Het recycleren van lood is een mooi voorbeeld van een bijna perfecte closed loop. Onze klanten zijn voornamelijk de batterijfabrikanten voor de automobielmarkt. Daarom is het recycleren van lood een goed voorbeeld van de circulaire economie. We halen lood uit afgedankte batterijen, zuiveren het en leveren het dan terug aan de klanten die het opnieuw gebruiken in batterijen. Lood is een product dat oneindig in zo'n loop kan blijven ronddraaien, zonder dat het aan intrinsieke kwaliteit verliest. Dus het belangrijkste resultaat van wat wij doen is dat er geen 85.000 ton loodbatterijen per jaar in het milieu terechtkomt. De batterijen die hier toekomen, worden in eerste instantie lichtjes gebroken om het zuur te draineren. Dat zuur wordt opgevangen, afgevoerd en gerecycleerd door een externe partner om ook weer te hergebruiken. De rest van de batterij, dus het loodmetaal, samen met de legeringselementen en de plastic casing, gaat op de charge. En daar wordt een voorbereiding gemaakt voor een mengsel voor de oven. Daar gaan een aantal hulpstoffen in, zoals ijzer. We gebruiken daarvoor ijzerschroot, dus ijzerafval. Dat dient om de zwavelcomponent uit het zuur te capteren. Het mengsel gaat in de oven om te smelten. Onderaan de oven krijg je dan wat wij een loodbouillon noemen. Dat wordt een ruwe loodblok van ongeveer 1,5 ton. Die blokken sturen we naar de raffinage. In de raffinage hebben we een aantal smeltpotten waarmee we het lood verder raffineren tot een kwaliteit die wij de 3985 kwaliteit noemen. Een zuiverheid van 99,985%. In de laatste stap gieten we de metaalbroodjes, dat zijn blokken lood van 25 tot 35 kilo. Nu kunnen we zelfs tot 45 kilo gaan, omdat we geïnvesteerd hebben in een nieuwe band die als doel heeft om grotere blokken te produceren. Die zuivere blokken lood verkopen we dan aan onze klanten, soms met nog wat toevoeging van peper en zout. Dat zijn bepaalde legeringselementen die we toevoegen op vraag van de klant, zoals tin, calcium of aluminium. Dat zijn onze speciale recepten. Voor Bebat zijn wij een partner die zij kunnen gebruiken om de ingezamelde loodbatterijen af te nemen en te verwerken. Lood heeft waarde, dus wij betalen als Campine een bepaald bedrag voor een ton batterijen. Daarnaast helpt Bebat ons ook met de uitdaging van het sorteren. Campine heeft een eigen logistiek inzamelsysteem met 140 containers van 10 ton op werven die schroot inzamelen verspreid over gans België. Maar de grootste uitdaging voor ons is lange tijd geweest dat tussen die loodbatterijen ook veel andere types batterijen belanden die niet interessant zijn voor onze processen. Wij zijn enkel geïnteresseerd in het lood. Andere soorten batterijen zouden vervuiling betekenen voor het eindproduct. En daarbij, als er bijvoorbeeld lithium-ion batterijen tussen zitten, kan dat zelfs gevaarlijk zijn voor het proces. Bebat speelt een belangrijke rol om dat vervuilingsprobleem op te lossen. Zij voorzien in een aantal andere recipiënten op de werven waar wij autobatterijen inzamelen, zodat er aan de bron al een goede sortering van de verschillende batterijen plaatsvindt. Zo is Bebat zekerder dat de niet-loodbatterijen apart ingezameld worden en dat wij zeker zijn dat in onze containers enkel de loodbatterijen belanden. Het is duidelijk dat er op de markt een verschuiving gaande is van brandstofwagens naar steeds meer elektrische wagens op lithium-ion batterijen. Dus wat betekent dat nu voor de loodbatterij? Wat veel mensen niet weten is dat ook de elektrische voertuigen vandaag nog steeds allemaal één loodbatterij bevatten. Die regelt het 12 volt systeem dat onder andere de veiligheidssystemen en het dashboard aandrijft. Loodrecyclage zal dus nog minstens tientallen jaren noodzakelijk zijn. In de nabije toekomst willen we ook de plasticbehuizing, de polypropyleen, volledig gaan recycleren om onze recycling efficiëntie verder naar omhoog te brengen. Circulair denken betekent ook dat we synergieën gaan creëren tussen onze divisies. In de andere divisie van Campine, Metals Recovery, recupereren we allerlei grondstoffen uit industrieel bedrijfsafval.
Daar hebben we vorig jaar een grote investering gedaan om nog meer circulair te gaan werken. Naast het lood gaan we ook steeds meer antimoon recycleren, wat ook in autobatterijen zit. Daarvoor hebben we volledig nieuwe installatie gebouwd, waarmee we het gerecycleerde antimoon kunnen gebruiken voor de productie van antimoontrioxide. Er is steeds minder vraag naar antimoon, omdat er in nieuwe autobatterijen andere legeringselementen gebruikt worden. Maar antimoontrioxide heeft daarentegen wel een belangrijke functie in vlamvertragende toepassingen. Onze sterkte als Campine is dat we het teveel aan antimoon in de toekomst meer en meer kunnen inzetten als grondstof voor de productie van antimoontrioxide. Dat brengt ons weer een stap dichterbij een circulaire economie. We werken intussen al een heel aantal jaren samen met Bebat en zijn heel tevreden met de relatie. Batterijen sorteren is belangrijk werk. Het succes van de samenwerking zit in goede afspraken en positieve communicatie.